Ja, jongens, dat is zomaar even 20 jaar Batavia werf, hè? Lelystedeling Willem Vos, de bouwer van de replica van de Batavia, gaat nog één keer door zijn privéarchief. Van prins Klaus gekregen. Iedereen was verbaasd toen dat hij dat wou zien op de Batavia werf. Dat was nog in een pril begin. En toen kwam hij op de werf. En toen had hij deze prent voor me meegenomen. En waar gaat dit nu naartoe? Dit gaat naar de Batavia werf. Want wij hebben besloten als familie om dus dat archief toch daar bij elkaar hoort. Want anders raakt het versnipperd. Die krijgt wat en die hangt wat. En er zijn hele leuke dingen bij. Het gaat onder meer om schetsen, bouwtekeningen en foto's. Samen met zijn zoon Jan en vrouw Mada heeft Willem alles uitgezocht. Het stond daar op de zolder in kratten. Hè, want je verhuist en je stopt alles. Als alles eerst maar daar is en later. Hè, maar ja, je bent nu 12 jaar later. En nu was het dus zo verder. Dan zeiden ja, jee, we worden ook ouder. En je hebt niet het eeuwige leven. Je kan je kinderen wel opzadelen met 3 kubieke meter papier en herinneringen. Maar je moet het eigenlijk zelf regelen. Nou, dat hebben we dus nu gedaan. Ja, dit is ook wel een leuke. En ik wist dat we hem hadden. Van Oscar Verpoorten. Die had in opdracht van de redersvereniging in Rotterdam. Had hij een afbeelding van de Batavia gemaakt. En daar kreeg ik er dan één van. Dus die gaat ook naar de werf. Ja, want wat zien we hier nog onder staan? Proefdruk zelfs, geloof ik. Ja, proefdruk. Batavia Edge. Proefdruk voor Willem Vos, Oscar Verpoorten, 1989. Een bekende beeldende kunstenaar. Ik denk dat deze print ook veel geld waard is. Ik hoop dat Hans Maris zich dat ook realiseert en nog eens achter zijn oor knapt. Aangeboden aan zijn koninklijke hoogheid prins Maurits. Oh ja, daar werd hij voor gemaakt. Peterkind van Nederlandse koopvaardij. Ja, dat is de link. Heel goed, Maarten. Willem Vos kwam in 1984 met het plan om het VOC-schip na te bouwen. In 1995 was het klaar. Het uitzoeken van alle spullen bracht tal van herinneringen naar boven. Zoals de memorabele zeilreis naar Australië. Er zijn unieke zeilfoto's gemaakt van de Batavia in Australië. Alleen al daarom was het belangrijk dat we dat deden. Want waar is deze foto gemaakt? Die is voor de westkust van Australië gemaakt, toen we daar proef gezeild hebben. Nou, dat is een archief, hè? Een lach en een traan.